Ik mag u overhandigen namens de Herman Krikhaar prijs de oorkonde die bij uw prijs hoort. Het betreft niet alleen een oorkonde, maar tevens ook een financiële bijdrage. Want als ik uw werk zie, dan denk ik dat dat redelijk kostbaar is om met glas te werken. Dat is inderdaad wat zo. Ik ben zeer verheugd. De mensen die mij dat beoordeeld hebben, die dank ik van harte. Ja, en ik vind het sneu voor de andere kunstenaars, maar ja. En vooral die 6 genomineerden ook nog, dus ja. Die ken ik ook nog heel goed. Dus, ja. Nou, misschien kunt u er nog een borreltje hebben doen, wie weet, hè. Gaan we over tot de uitreiking van de oorkonde. Ga jij hem vast. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En ik geef dat u ook nog een mooie bos bloemen tegemoet kunt zien. Ah, die komt alsjeblieft. Dankjewel. En veel succes met uw prijs en met het werk natuurlijk. Ja, dankjewel. Had je dat verwacht? Verwacht niet. Maar zoals alle kunstenaars denk ik wel een klein beetje gehoopt natuurlijk. Het is toch een hele eer dat je deze prijs hier in ontvangst mag nemen. Dus ik ben er heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ja, er zit ook nog een geldbedrag van 500 euro aan verbonden. Dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg fijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik de eer dat ik dit mag winnen nog veel groter vind. Maar ik ga er denk ik wel iets leuks voor kopen dat ik bij mijn werk kan gebruiken. Dus, Hoe lang doet u dit werk al? Nou, ik doe het net ongeveer een jaar of 7, 8. Heel intensief ben ik ermee bezig. Dus, sinds ik gestopt ben met werken, daarvoor ben ik al een paar jaar bezig geweest. En heb me een beetje ontwikkeld om tot dit soort werk te kunnen komen. En waarom glas? Glas, dat inspireert me, zoals ze ook kwam toen de prijs werd uitgereikt, vanwege de kleur, de vorm. Ja, als het in het licht staat, het verandert elk moment van kleur, van licht. En dat spreekt me wel heel erg aan. En het is recyclebaar. Ja, ik hoop niet dat het hier naar beneden valt en dan dat je denkt, nou kijk, maak er maar iets anders van. Dat is niet voor de bedoeling, denk ik. En het staat hier wel heel erg gevaarlijk, dus dan moet ik nog eens even kijken wat ik dan meer ga doen. Dus, Vertel me eens wat over de beestje wat je in de hand hebt. Ik heb hier een Belgische haas. Het wordt al 200 jaar gefokt. Naar het model van een gewone en wilde veldhaas. Dit is een mooi rustig type dit. Ik zal hem eens even op... dat gaat een beetje moeilijk, hè? Ja, ja. Ja. Maar we willen dus gewoon het ideaal van de veldhaas benaderen. De stand, de kleur. En dit is gewoon een hele goede vertegenwoordiger van het ras. Ik heb gehoord dat hij ook voor zijn vlees gefokt wordt. Ja, dit konijn wordt op grote schaal. Als je in Frankrijk bent, op de Franse Nationale, dan zitten van dit ras, de Belgische haas, dan zitten daar 400-500 stuks. Het zijn in Frankrijk is dat een grote ras. En die worden voornamelijk gefokt voor het vlees. Het is gewoon een delicatesse. Het is gewoon eigenlijk... Het beste vlees wat er is. Je weet precies wat voor voeding die beesten hebben. Ja, dat is gewoon geweldig. Het is gewoon een lekker stukje vlees. Maar ja, wij hebben ze dus voor de tentoonstelling. Maar er zijn altijd wel een paar dieren die dus kwalitatief niet goed genoeg zijn. Die iets achterblijven in groei. Kleine afwijkertjes of zo. En die worden uitgeselecteerd. En die zijn voor de consumptie. Het is een Drentse kriel. En dit is een speciale variëteit. Dit is namelijk een bolstaart. Dat wil zeggen, in het verleden heeft er in dit ras heeft er zich een mutatie voorgedaan. En bij dit ras, en die mutatie is dus door fokkers opgenomen,
En die hebben dat er verder bij ingefokt. De Drentse kriel heeft normaal gewoon een staart. Dat is een andere kip. Maar door die mutatie is die staart weggevallen. Dat is gewoon een mutatie of een genetische verandering. En die mensen die die rassen toen fokten, die vonden dat mooi. En die hebben dat vastgelegd. En dus hebben we dus nu in Nederland de Drentse kriel met de gewone staart en de bolstaartvariëteit. Ja, rond 1850 werden de hanengevechten verboden. Maar dit zijn rassen, die zijn dus gewoon puur gecreëerd voor het gevecht. Vroeger werden deze hanen, die hebben nu een mooie kam. Maar vroeger werden voor het gevecht die kanen met een ouderwets skeermesje werden die eraf gehaald. De kinderhellen gingen eraf. En dan kreeg je iets, een ander gezicht. Een vrede gezicht. En dat is eigenlijk sinds een jaar of 10 is hier in Nederland het kopieerverbod. En nu gebeurt dat niet meer. Bij dit ras is het de kunst om de zooming, dat wil zeggen, dit is de kleurslag zilver, zwart gezoomd. Dat je dus om elke vers zie je een hele, in deze vers zie je het beter, een hele dunne zoom. Nu is het de clou van dit ras om gewoon te zorgen dat daar mooie brede veren op zitten. En als u dan naar deze veer kijkt, ziet u dat die mooi in gaal gezoomd is. En ja, dat is het nut. En wat deze ook hebben, die hebben iets, ja, een grotere kam. Ziet u? Ja, dit is echt iets meer een soort een roze kam. Die hebben echt een grote kam. Met een mooie kamdoorn erop. Ook welkom de wethouder onderwijs van Almere, de heer Langius, speciaal hier opgetrommeld. En de heer Langius is zeer benieuwd naar onze Egbertusschool. De Egbertusschool, de school waar wij met elkaar super trots op zijn. Het is ook al een school die 90 jaar bestaat. Meneer de wethouder, heb ik u net verteld. 90 jaar, ik denk dat wij de oudste school van Almelo zijn. We hebben binnen de muren hebben wij kwaliteit van onderwijs. Wij willen er ook voor zorgen dat we buiten de muren kwaliteit bieden. En een van onze kwaliteiten is dat wij de kinderen heel veel laten bewegen. Samen met het sportbedrijf. Nicky Stuyvenberg moet hier nog ergens staan. Die gaat straks ook nog wat doen. Nicky staat achteraan. Die gaat straks ook nog wat doen met de kinderen. Kortom, wij zijn bezig met heel veel sportieve activiteiten. Ik hoop dat de kinderen en jullie ouders hier de komende jaren nog heel veel plezier van deze school beleven. Gelukkig groeien jullie weer wat. En dat is goed. Een buurtschool hoort er gewoon bij. Jullie moeten hier veilig zijn en hier naar je zin kunnen hebben. We gaan over tot de handeling. Hierbij is het speelplein geopend. Han Veneman maakte in 1981 de ontvoering van Europa. Het staat op de hoek van de Oranjestraat en de Molenstraat. We zien hoe de bekoorlijke en fragiel ogende dochter Europa door de als stier vermomde god Zeus wordt ontvoerd. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de winkeliers in de Oranjestraat.
the water, baby. Take your water to wine. Have a good party. Like you and me, baby. Hang around, honey. On TV. Some of these is feeling good. The party's rocking like we know it would. I'm fine. How are you? We gonna wanna party the whole day through. This goes out to the future generation. We're gonna rock it all up across your nation. Come laughing, don't you? No way around. Cause we're gonna party till the sun goes down. Forget your worries and let's have some fun. Everybody's dancing, baby. The summer's just begun. Dance and sing until your day. We're gonna have a life of the party, honey. You know your thing. Summer breeze aside, I'm feeling fine. I'm feeling good, baby, all the time. I'm fine. How are you? We're going to party the whole day, bro. This goes out to the future generation. We're going to rock it all across the nation. Come laughing, don't you? No way around. Cause, we're going to party till the sun goes down. Wow. This goes out to the future generation. Come rock it all across your nation. Come laughing, don't you? When we're around, cause we're going to party till the sun goes down. Across your nation. Come laughing, don't you? Wiggle frown. Cause we gonna party till the sun goes down. This goes out to the future generation. Come rocking all up across your nation. From laughing, don't you? Wiggle frown. Cause we gonna party till the sun goes down. Wow. This goes out to the future generation. We're gonna rock it all up across your nation. We're gonna party till the sun goes down. Say woo! We'll be right back.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.